vindt hij gewoon een rotzooi. Vindt de straat smerig, altijd vies. Die straat is geweldig. Berovingen, overdaad aan agressie of bijna agressie. Ja, hele leuke straat. Is het gewoon gezellig. En economisch draait het goed. Er moet alleen wel het een en ander gebeuren en wel samen. Nee, we willen hebben dat die straat weer de uitstraling krijgt als die het vroeger heeft gehad. De geschiedenis van Amsterdam begint op de Nieuwe Dijk. Rond 1150 wonen daar boeren, vissers en ambachtslieden die al gauw langs de Amstel dijken bouwden om overstromingen tegen te gaan. Eén daarvan was de Nieuwe Dijk. Aan de traptreden in de passage bij CNA en de glooiende steegjes kun je nu nog zien dat de Nieuwe Dijk inderdaad hoger ligt. De eerste ondernemers verkochten alleen wat ze zelf maakten. De namen van de stegen tussen Damrak en Nieuwe Dijk herinneren er nog steeds aan welke artikelen ze verhandelden. Tot 1600 was de Warmoestraat de belangrijkste winkelstraat van Amsterdam, maar toen de grachtengordel werd aangelegd, kwam het accent steeds meer op de andere zijde van de Amstel te liggen. Daarmee werden de Nieuwe Dijk en de Kalverstraat de populaire winkelstraten die het nu nog steeds zijn. Historische ondernemingen als de Winkel van Sinkel, de Bijenkorf en de Hema vestigden zich als eerste op de Nieuwe Dijk. Begin deze eeuw werd de straat ook een belangrijk uitgaanscentrum met veel cafés en bioscopen. Tegenwoordig bezoekt men de Nieuwe Dijk vooral vanwege de kledingzaken, de marihuana, de hamburgers en de seksartikelen. De Nieuwe Dijk staat inmiddels bekend als de loesje versie van de Kalverstraat. Binnenkort krijgt de straat een grondige facelift. Maar zal dat helpen? Journalist Jos Verlaan heeft zich bij het Parool ontwikkeld tot Nieuwe Dijk-kenner. Hij schreef tientallen artikelen over de straat en woonde er jaren in de buurt. Toen ik hier vlakbij woonde, was de Nieuwe Dijk uitgerekend de straat die ik zoveel mogelijk mijde. Het was een straat waar je het liefst niet kwam. Ik kwam overal op de Wallen en Nieuwmarkt en Damrak ook in. En waarom meet je? Omdat er een rotsfeer in die straat hangt. Je koopt liever een onderbroek bij de Zeeman in Buitenvelder dan dat je een paar Nike's op de Nieuwe Dijk koopt. Nou, ik vind het een prachtige buurt. Tuurlijk, het is een hele leuke buurt. Een lekkere winkelstraat waar alle mensen met kinderen nog kunnen komen. Omdat er alle soorten zaken ook zijn. Ja, maar je hebt hier een hele hoop mensen nog zitten ook die al tientallen jaar in wezen zitten. Dus en, die knokken en ze ijveren eigenlijk met de dag nog voor. Elke week nog met vergaderingen en alles voor dat de Nieuwe Dijk mooier wordt en beter wordt. Ik heb hier zelf ook een bedrijfje gehad waar ik even gewoon een beetje vakantie genomen heb, gewoon een paar maanden. En dat over een tijdje gooi ik weer een lekker bedrijfje ook open hier, ook weer op de Nieuwe Dijk. Dat is een prachtige buurt. Op de dijk, maar met name hier omheen, zijn heel veel wat wij noemen grijze panden, illegale pensions. Waarin de rugzaktoeristen, maar ook de illegale en de criminele illegale worden gehuisvest. En dat brengt met zich mee nou, een behoorlijk verloederend effect. Het is zo jammer als je dan op een gegeven moment weer krantenkoppen ziet van Nieuwe Dijk en greep criminelen. Nou, de mensen die hier op de Nieuwe Dijk wonen, leven en werken, die kunnen bij monden nu bevestigen dat dat niet zo is. Dat is vroeger wel geweest, maar nu de laatste 5 jaar zeker niet. Vlak na de oorlog had je tante Leen. Je had dancings. Je had ontzettend veel leuke cafés. Alle winkels hadden hun etalages helemaal verlicht tot 's nachts. Je kon heel veilig thuiskomen achter op de fiets om een uur of 4:30, 5. Moet je nou niet proberen, word je meteen gemukt. En oh je god, ja natuurlijk. Hey. De Royal met Bernard Drucker. Dat was een bioscoop, was dat. Die bestaat niet meer, die is met de grond gelijk gemaakt, helaas. Vroeger had je meer, kon je meer uitgaan hier, hè. Tegenwoordig is het allemaal textiel en al. Nou, je ziet zelf wat er allemaal hier te koop is, hè. Dan ga je één de bakkerij, ja, vroeger had je daar nog een... wat had je vroeger hier nog? Ja,
cafés, hè, allemaal cafés allemaal. Maar vroeger had je hier toch ook de seksbioscoop en zo? Oh ja, die twee bioscoopjes erachter in die hoek, dat weet u weer, dat is, ja, ik ben die namen kwijt geraakt. Ja, je hebt ook een tijd gezeten nog. Ging u daar ook naartoe? Nee, dan moet je je gaan vertellen dat je dat... Nou. Ik kwam dus uit het dorp om hier dus speciaal voor uit te gaan. Welk dorp? Uit Breukelen. U kwam helemaal uit Breukelen? Ja, echt uit Breukelen. Omdat Tante Leen, het was gewoon het café. Die Amsterdammers waren gezellig en of u waar je vandaan kwam maakte niet uit. Je werd opgenomen en het ging allemaal hand in hand, polonaises en alles deed je daar. En op een gegeven moment is dat afgelopen. Je wordt wat ouder, je gaat andere dingen doen en dan kom je na een paar jaar terug en is ineens alles verdwenen. Je woont hier sinds 64? Ja, dus bijna, even kijken, ja, 34 jaar woon ik hier. Hoe heb je die straat nou zien veranderen? Ja, nou, de verloedering heeft toegeslagen. Hè? Ik kom wel eens 's nachts thuis van een voorstelling. En dat is dan na ene. En het is vrij grim, toch. Met al die rolluiken dicht en ongure figuren. Maar ik woon vlakbij de Dam, dus ik ben vrij snel thuis. Ik neem altijd omtrekkende bewegingen, hè? Als ik ergens heen moet. Ga ik of via de Damrak of ik ga via de Nieuwe Zijds of zo. Ik heb allerlei krochten toch wel die ik ken. Zo langs de Nieuwe Dijk. Alles om de Nieuwe Dijk te vermijden. Echt. Je voelt en je merkt dat de mensen die hier werken, die hier zaken hebben, de goede niet nagesproken, dat het ze geen donder uitmaakt wat er op straat gebeurt of in hun eigen zaak gebeurt. En op het moment dat die onverschilligheid er bij de direct betrokkenen is, dan verloedert de straat eigenlijk al waar je bij staat. Je ziet hier tendensen die doen denken aan het begin van de verloedering van de Zeedijk. Dus in de jaren 70, eind jaren 70, toen de Zeedijk echt achteruit ging hollen, toen voelde je dat ook al. En dat gevoel van het balanceert voortdurend op het helemaal misgaan, dat vind ik hier op de Nieuwe Dijk al jarenlang aan de hand. Maar wat betekent dat dan concreet? Een samenballing van onroerend goed eigendom, dus te veel onroerend goed in dezelfde handen van mensen die niet het beste met de Nieuwe Dijk voor hebben. Geld witwassen of zwart geld witwassen, dat soort dingen. Misbruik maken van de faillissementswetgeving, dat is heel aantrekkelijk ook om het zwart geld weg te werken, want je gooit het op de Nieuwe Dijk in de ramsch. En op papier heb je omzetten die klinken als een klok en dan heb je geld gewit. Dat soort dingen zie je gewoon dat hier bij voortduring aan de orde van de dag is. Wat weet u van die praktijk? Nou, ik heb wel eens gehoord dat er de praktijken zijn daaromtrend, maar ik weet er zelf helemaal niets van. Ik wil er ook helemaal verder van houden. Van harde criminaliteit? Van harde criminaliteit en dat soort eigenaren. Ja, ja. En het liefst moet hij zo snel mogelijk de straat uit. Maar mevrouw de Vreem, u bent het zat, al die roddels? Ja, om ze altijd maar zitten te zeiken over die slechte imago van de Nieuwe Dijk. Het is helemaal niet waar. Maar wat is het dan wel voor sfeer hier? Is het allemaal gezellig, het is hier gezellig. Alle mensen die wonen in Lelystad, Purmerend, komen altijd naar die stad, want het blijft trekken. Altijd. Maar ja, dan moeten ze wel oppassen voor zakkenrollen, zeggen anderen dan. Dat moet je in lijn 1 ook en nog veel meer. Waar moet je niet op letten met zakkenrollen? Ga op de Albert Kuip lopen. Kan je je thuis beter onder je arm houden? Onzin. Of is het te vaart? Het gaat om al die stigmata die om de Nieuwe Dijk heen hangen. Stigmata, dat zijn de etiketjes, hè? De etiketjes die op de Nieuwe Dijk worden geplakt. Van criminalisering tot seks, drugs en rock'n'roll, wat je ook zelf al aangeeft. Kijk, en als het constant maar weer herhaald wordt, en ook door jullie weer, en dat jullie ook opnames zouden maken van porno en dat soort dingen. Ik moet maar afwachten hoe dit er weer uit komt rollen door het bedrijf waar jullie voor werken. Maar er is toch wel een beetje loesje sfeer ook hier. Nou ja, jij zegt het zelf. Ik bedoel, zo komen we er nooit vanaf. Wat is hier nou voor loesje sfeer? Het is gewoon normaal. Kijk rond, zou ik zeggen. Wat is hier loesje? Ja. Geef antwoord, zou ik zeggen. Wat geeft hier nou die loesje uitstraling? Ik bedoel, het zijn woorden. Woorden en beelden van een
van een pornoshop of van een net niet mooie gevel die toevallig op de Nieuwe Dijk zit. Niet één van de vele, maar één van de weinigen nog. En dan gaan we weer met ons plaatje. Ja. Dus het is vechten tegen de bierkaai van de media en ten dele, de rommel. Ten dele, ja. Ten dele is dat zo. Doopzien komt weer terug. De doopzien hier al. Kijk, als het op Centraal Station niet is, dan komen ze hier naartoe, weet je wel. Ik bedoel, ik loop ook al langer mee in deze buurt. Deze buurt is slecht gedaan, toch? Maar het ging goed met de Nieuwe Dijk, weet je wel. Dat had een hele slechte naam. Tot hij een oog in het zeil ging houden. Kijk, je denkt wel van, nou, voor zo eentje blijven ze wel weg. Niet weg, maar ze bleven wel mooi weg. Want kijk, die camera stond erop, stonden een paar mensen met samenscholing. Was het meteen politie of hij stond erbij. Wie is dat dan? Dat is Hugo. Die leidt bodycards op en weet ik veel, nog veel meer. Maar wat ik zelf weer ga doen, dat is in het supervisor met toezicht houden. Ja, dat heb ik altijd gedaan hier al. Dus... In het super, wat? Ja, supervisor. Maar dat is weer een geval apart. Dat komt over een paar maanden. Ik heb nog een heel leuk toestandje lopen. Maar wat ja. is dat, supervise? Toezicht houden gewoon, dat is heel leuk. En ze gaat in de markt ook natuurlijk. Maar ja, ze gaan van hier uit de buurt. Ja. Willen ze het alleen maar veilig en gezellig hebben. Dus maar de mensen doen echt hun best. Hoe doe je dat supervisor? Nee, daar hebben we het nu niet over. We hebben het nu over Nieuwe Dijk, toch? Dat komt wel over tijd. Als de zaak weer open is, dan kan je weer langs commentaar voor. Ja, toch? Ja. Overal in de straat, die hebben kleine cameraatjes. Ik weet niet, kijk, hij moet ze me allemaal weg moeten halen ook. Behalve, heb ze allemaal weg moeten halen vanwege die privage toestanden en zo. Een beetje jammer, moet je kijken. Nou, nu wordt er gewoon openlijk gedeeld, anders wordt er ingesprongen, wordt gewoon naar een waarschuwende politie gebeld, anders doet hij dat zelf wel. Nou heb ik gehoord dat er camera's waren geplaatst om de boel hier wat beter, wat veiliger te maken. Ja, die krijg ik binnenkort ook allemaal van justitie terug. Ja. Die zijn weggehaald? Ja, die zijn toen de tijd weggehaald, want ze zeiden dat ik de privacy pakte, maar ja, ik had het niet op video. Opname, dus dat krijg ik allemaal terug. Ja, dat is inmiddels een wet toch, als je niet op de video aangesloten is, dat mag het. Als het niet wordt opgenomen op een videoband, dan mag het? Dan mag je mag je eigen deur en camera opzetten, dat mag tegenwoordig. Ja. Maar toen was die wet nog niet rond, toen waren ze even pesten, maar ja, het is niet erg. Dat wordt allemaal door mijn advocaat afgehandeld. Ja. Dus over een paar maanden ga ik gewoon weer open. Ja. We hebben speciale teams. Als wij weten dat er harddrugs worden verhandeld, grootschalig, dan wordt zo'n team in kennis gesteld en die gaat erop zitten. Ja, en hoe doen ze dat dan? Wat doen ze dan vervolgens? Nou, er start dus een project op. Ik geef een voorbeeld. Dirk van Hasseltzeeg werd er steen en been geklaagd over dealers. Op een gegeven moment neemt het zoeken vorm aan dat de buurt echt heel erg veel overlast ervan ondervindt. Nou, dan gaan er een projectteam, een drugsteam, gaat erop zitten en die pakt die gast dan. Ik sprak gisteren een winkelier, die zei in de Dirk van Hasselsteeg staan de dealers nog steeds. Ja, tuurlijk. Je zal het nooit helemaal uit kunnen roeien. Er zullen altijd gasten terugkomen. Maar we proberen het wel beheersbaar te houden. Dat sowieso. Het is een behoorlijk verloederde straat. Maar we hoeven niet zo'n gigantische operatie op poten te zetten met zoveel geld te investeren als de Zeedijk. Het is niet simpel, het zal niet makkelijk zijn. Maar er zijn heel veel kleine eigenaren hier op de dijk om die allemaal te doordringen van het belang. Om te investeren, misschien een ander soort winkel in hun pand neer te zetten. Het wonen boven de winkels, boven de bedrijven weer toe te staan, eventueel met subsidie. Nou, dat is een overtuigingsproces. Aan de andere kant moeten wij via het Wallenproject proberen die handhaving op peil te krijgen met een fiscus, justitie, politie en de gemeente. Dat iedereen zich hier weer aan de regels houdt. Hoeveel procent van de ondernemingen hier houdt zich niet aan de regels? Daar doe ik geen uitspraak over. Ik bedoel, dan gaat iedereen bij zichzelf denken van, nou hoor ik bij die 20, 30, 40, 50 procent. Dat weet ik dus het zit ergens tussen de 20 en de 50 procent? Nou ja, ik doe daar verder geen uitspraak over. Want dan weet iemand dat we hem op de korrel hebben.
En anderszins zou ik het risico lopen dat ik iemand onterecht in het verdachtebankje zou zetten. Nee, goed, maar u hoeft geen namen te noemen, maar ongeveer een schatting. Nou, bij 10-20% van de ondernemingen zouden wij graag een ander soort ondernemers zien. Nou, wij gaan ervan uit dat je bent verantwoordelijk voor je eigen werkelijkheid en je eigen omgeving. Dus je moet je nooit als slachtoffer opstellen. Maar je beseffen dat je ook daar invloed op kan uitoefenen op een uitstraling van een straat of een gebied. Hoe vindt u de uitstraling nu? Alweer heel erg verbeterd. Maar het kan veel beter nog. Is het niet prettig dat zo'n straat ook een beetje loes blijft? Beetje loes. Kijk, Amsterdam is geen Kampen. Beetje loes heb ik geen problemen mee. Maar op het moment dat de verloedering zo ver doorslaat dat de verkeerde mensen in een stadsgemeenschap het voor het zeggen krijgen, dan ben je fout bezig. Dat is ook heel zonde. De heer Jos Verlaan, journalist van het Parool, is een van de velen geweest die niets inziet dat de Nieuwe Dijk op een positieve manier bezig is en graag van die naam af wil komen. Alleen als constant maar weer de aandacht wordt gevestigd op de twee seksshops die we hier hebben, de enkele junk die hier rondloopt. Ja, ja, er zijn vier seksshops. Oh, vier, pardon. Neem me niet kwalijk. Ja, maar ja, voor sommigen te veel. Arthur van den Noord, de city manager, die zegt dat het allemaal een beetje overtrokken is. Dat er helemaal geen maffia is op de Nieuwe Dijk. En kan u dat ook staven? Kijk, je moet altijd uitgaan van het meest onwaarschijnlijke om het waarschijnlijke mogelijk te maken. Bewijzen? Nou, laat hij je op de straat gaan interviewen. Ik bedoel, laat hij zelf zijn bewijs. Bewijslast ligt bij hem. Ja, hij zegt, kan jij dat staven? Ja, dat is een heel flauw. Dat lijkt me een woordenspelletje wat niet zinvol is. Iedereen die op de Korte Nieuwe Dijk rondloopt, voelt en ziet, tenzij die niet weet hoe een stad in elkaar draait, maar voelt en ziet dat het mis is. Nou, is er een journalist van het Parool die zegt dat de harde criminaliteit hier de macht in handen heeft. Ah nee, dat zijn kleine kinderen op de Korte Nieuwe Dijk en die kunnen ze dan niet te baas. Want kijk, een politieagent kan ook niks doen tot hij pas wat ziet gebeuren. Kleine kinderen? Ah ja, zo noem ik ze dan. Dat zijn gewoon kleine groepjes van kinderen die ook niks te doen hebben en een beetje hier en daar rondhangen. Ja, maar hij heeft het over projectontwikkelaar. Die is toch als een slimme Parool. Nee, als die een scheet horen, dan denken ze altijd dat er oorlog is. Bij het Parool? Ja, echt wel. Echt wel. Ja. Mag je ook echt over het Parool, dat maakt verhalen. Wat altijd later uitkomt, weet je wel, dat is dat het niet zo is, maar goed, dan heb je er helemaal niks meer. Zeg, hoe was het? Je ruikt toch, je weet toch als het ergens niet goed is in een stuk stad? Ik ruik hier alleen urine. Nou, dat bijvoorbeeld al. Maar dat is nog geen cocaïne? Urine is geen, nee, nee. Maar ik zie ook overal blote kutten. Ja, die zie je ook in de Leidsestraat, bij die souvenirswinkels, neem me niet kwalijk, die zie je toch overal? Ja. Het is nou eenmaal een toeristentrekpleister hier ook. Maar je vindt het niet erg als ze na de piepshow hier een korenwijntje komen halen? Nee. Wat is nou piepshow er nou weer mee te maken? Nou ja, dat zit hier ook. Het is nou toch... en waar zit het er nou niet? Ja. Het is een melange van... Ja. Van traditie en... Het heeft toch elke grote stad? Ga naar Londen. Dan ziet het er toch ook, net zo uit als hier? Of weet ik veel, wat noem maar op. Dus ze moeten hun mond gewoon houden? Ja, vind ik wel, ja. Kom op voor mijn nieuwe dijk, hoor. Mijn nieuwe geboren en getogen. Goed nieuws voor de Nieuwe Dijk. De kersverse ondernemersvereniging en wethouder Guusje ter Horst zijn het eens over een ingrijpende facelift van de wegkwijnende winkelstraat. De Nieuwe Dijk hoeft geen tweede PC-Hoofdstraat te worden, maar dat er wat moet gebeuren is duidelijk. Zo'n straat raakt in verval en dan moet je veel inspanningen plegen om te zorgen dat het weer een mooie straat wordt. Maar dat kan bij de Nieuwe Dijk. Je moet niet denken dat je een leeg, schoon en heel van Guusje ter Horst, bijvoorbeeld het credo, je straks een hele lege winkelstraat krijgt. Waar mensen alleen maar de hele meute doorheen komt en niet uitgenodigd wordt tot shoppen. Maar het kan op een andere manier. Mooier maken, dat betekent mooie etalages, mooie winkels. Dat betekent aantrekkelijke gevels. Met natuurlijk wat uitstallingen en wat gevelreclame, maar vooral met maten. En dat betekent een hele aardige bestrating. Nou willen ze hier een rode loper neerleggen, mooie steentjes en zo om de boel op te vijzelen. Helpt dat om die harde criminaliteit tegen te gaan? Nee,
Dat is de les ook die de Zeedijk heeft geleerd. Als je een stuk straat dat zo lang in de verloedering heeft gelegen wil opknappen, dan zorg je eerst dat de sociale cohesie weer in elkaar zit. Ja. Je zorgt voor ondernemers die je vertrouwt. Je zorgt met een opjaagbeleid dat verkeerde ondernemers weggestuurd worden. Je dwingt eigenaren van onroerend goed om bona fide ondernemers neer te zetten. Je zorgt voor sociale controle door de huizen, door de etages die erboven staan te verhuren aan bona fide huurders. Op die manier doe je dat. Met tegeltjes? Wie heeft het bedacht? Ach, Gosje. Ach, Gosje toch. Wie komt er nou weer mee? Een of andere gemeenteraadslid die geschiedenis wil maken. Okay. Nee, de winkeliersvereniging. Oh, de winkeliers. Ik vind het een vrij naïeve gedachte, hoor. Dat wordt alleen maar mooier. Maar ja, dat hadden ze ook 20 jaar geleden kunnen weten. Want als je iets met asfalt gooit, elke keer als daaronder wat aan de hand is, moet je het openbreken. Dus heb je veel meer in het water. Ja, dan kun je wel een put bouwen, maar daar loopt ook niet al het water in mee wat uit de lucht komt. Dus die bestradingen van vroeger, de ouderwetse bestradingen, die waren toch wel het mooiste en het beste. En hoe zagen die eruit? Gewoon steentjes. Steentjes, net als wat je nu op de koffer staat hebt. Steentjes. Dus en, ik weet niet wat voor intelligente mensen er allemaal erboven zitten. Maar om de 10 jaar komen ze erachter dat ze 10 jaar geleden wat eigenlijk nutteloos gedaan hebben. Nou ja, goed, laat maar gaan. Ik ben nu 2 jaar bezig en ik verwacht ook niet dat het binnen 2 jaar direct anders zal zijn. En het valt in staat met de mentaliteit van de ondernemers. En dat is een langdurig proces. Maar het moet anders. Het kan anders.